Hey kijkers van Puzzle Games, welkom terug bij een nieuwe video van Minecraft Survival Season 2. Het is alweer aflevering 14 en we gaan wederom vandaag weer beginnen met de farm. En wat we daarna gaan doen, dat weet ik ook al. Ik dacht van, ik heb de vorige keer een paar keer geleden heb ik diamanten gevonden. Alleen het waren er twee en dan twee diamanten heb je gewoon niet veel. Dus ik dacht van, dat gaan we mooi eens verder. Wat ik daarbij wil gaan doen, is in het begin even praten, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker, want dat doe ik nou al. En dan ga ik het gewoon versneld afspelen in de mijn. En als ik wat vind, zal alleen maar zijn bij diamanten of andere dingen misschien, dan kom ik weer even bij jullie terug. Dus dat is een keer een aflevering waar we best veel doen in een korte tijd, video. Ik heb nou alleen weer brood gehaald, want ik heb één brood nog. Oh, zo, 9 broden erbij. Ik ga nou eerst nog even wat houweelen maken en alle andere, nog wat scheppen misschien. Kijken hier. Sticks, die kan ik wel maken. En dan ga ik gewoon eens kijken, want ik hoop, ik denk eigenlijk wel, tot we diamanten gaan vinden. Het zal toch wel een keer moeten gebeuren. Zo. Nou. Klinkt misschien overdreven. Ik ga hier twee scheppen van maken. En dit doe ik zo. Dan heb ik er best veel. Ik ben benieuwd wat we op gaan maken. Ik ga even de andere rotzooi, want dat is het toch gewoon. Ga ik weggooien. Ik moet eigenlijk alleen maar de fakkels erbij hebben. Ik had de vorige keer best veel kool. Ook heb ik hier ook nog, zie ik. Zo. Gooi ik die weer even terug daar. Even wat fakkeltjes. Zo. Ja. Dat is een beetje onnodig om zoveel. Die heb ik niet nodig. Jullie zien misschien hier heel veel eikenbladeren liggen. Dat kan kloppen, want ik ben bezig geweest. Of na de opnames van de vorige keer heb ik geprobeerd een kerstboom te maken. En het is best wel lastig. Dus het gaat hem gewoon niet worden. Maar ik ga dan naar beneden en dan zie ik jullie zo daar weer terug. Tot zo. En dan ben ik dan beneden. Ik ga hier, heb ik alvast een beginnetje gemaakt. En ik ga hier gewoon verder. Hou gewoon shift lekker ingedrukt. Ik heb M met water bij me, dat is ook altijd handig. En als je shift indrukt, heb ik geleerd van Indio. Jullie kennen hem vast wel. Tot je dan, als je valt, ik heb gelijk hier goud, dat is al meteen mooi. Tot je dan niet in de lava valt. Dus als er een blokje meteen wegvalt, dus wat je met lava hebt, dan val je niet weg. En dat is eigenlijk best wel fijn om te weten. Dan kun je net iets rustiger van mijnen. Maar ik zie jullie nou gewoon, ga ik het lekker versneld afspelen en zie ik jullie gewoon terug. Als ik diamanten heb, denk ik, of iets anders. Tot zo! Hey kijkers, daar ben ik dan weer terug. Ik heb hier diamanten gevonden, eigenlijk vrij snel. Het zijn sowieso twee. Gaan we eerst even voor de veiligheid, alle veiligheid natuurlijk voorop. Even vrijmaken. Hoop eigenlijk dat het er drie zijn. Want dan kan ik volgens mij... Ja, het zijn er drie. Want als het goed is, kan ik dan gelijk een enchanting dinges maken. Het zijn er vier zelfs. Dat is ook mooi. Hoe meer, hoe beter. En dan kunnen we echt gaan beginnen. Nee, ik ga nou weer even hier terug. Zo. En ik jullie graag zo weer terug. Als ik misschien weer diamant heb. Tot zo. Ik ben nou in een oude cave terecht gekomen. Wat ik daar dan meestal doe als ik in zo'n strip mijn een cave die ik al bekend heb tegenkom. Ik ga voor veiligheid. Dus ik doe altijd de bovenkant en links en rechts één blok zijkant. Waarom? Dan kunnen er helemaal geen creepers en dat soort dingen in de gang komen.
Kijk, hier heb ik het ook weer. Ik zal het nou even het gehele verhaal uitleggen. Of het, hoe ik het altijd doe. Nu hoef ik ook de zijkanten te doen. Ik doe het gewoon zo. Wat ik daar het voordeel van vind, is dat het ook duidelijk is van dit is te gaan. En dan, ik heb in de tussentijd net tussen de diamanten en nu heb ik een redstone gevonden. Dus wat ik nu ook weer vind. En ja, wat ijzer, wat kool, want heb ik laten zitten. Ik heb hier weer ijzer en heel veel van dat stomme spul. Ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Voorlopig denk ik nog maar niks. En ik heb vandaag eigenlijk best wel veel Minecraft gespeeld. Ik ben heel lang, of echt uren vanmiddag, ben ik met Indio op de survival serie server geweest. Dat hebben we niet opgenomen. We hebben gewoon gespeeld. We hebben heel veel gemijnd, kan ik alvast vertellen. Echt de moeite waard om de aflevering 3 te kijken. Want ik ben er ook flink bezig geweest met enchanten. Ik heb nog heel veel houwelen om te geenchant. Vishengel, zwaard, enorm goed. Maar ik ga nou gewoon verder en ik laat het voor jullie weer even versneld afspelen. En ik heb al een tijdje, zoals jullie kunnen hebben gezien, niets gevonden. Ik ga nog een paar minuutjes zo door en dan vind ik het wel weer genoeg en dan gaan we weer naar boven. Of misschien ga ik zo wel. En ik doe ook even misschien deze pickaxe nog opmaken en dan vind ik het wel weer genoeg. En doe ik het geen eens opmaken, want word je altijd zo snel zat als je in je eentje aan het stripminen bent. Daarom is dat het leuke van de server survival. Dan ben je lekker met z'n tweeën. Heb je wat te praten. En dan, ja. De ander vindt eens wat. Denk ook een klein stukje doen. En dan vind ik het wel genoeg. Ik zie jullie zo gewoon weer terug als ik boven ben. Oh, ik zie hier nou goud op het moment dat ik terug wil gaan. Ik pak even deze laatste goudstukjes mee. En dan, loop ik terug. Zo, het is best veel eigenlijk. Neemt ook met goud nog niet heel veel in het begin gaan doen. Maar ik zie jullie zo gewoon weer terug. En ik ben nou weer in mijn tijdelijke huisje. Ik ga even de spulletjes opruimen. Die diamanten, lekker één van weg, heb ik zo weer nodig. Want we gaan onze pickaxe maken. Ik ga even de andere spulletjes, die dump ik even over de ijzer en de kool. Of de ijzer en de goud. Niet heel veel van gevonden. Ik moet eigenlijk ook even twee extra kistjes erbij maken. Dat ga ik ook even doen. Hier word ik iedere keer zo gek van als je iedere keer zo krap bent met je opslag. Zo. Dit gaat toch allemaal tijdelijke kisten worden. Dus dat gaat binnenkort allemaal gesodemieterd. Zo, even kijken. Het is dan onze eerste diamanten pickaxe. Houwel. Ik zag op de farm dat daar weer het een en ander op staat. Gaan we dat ook even oogsten. Ik heb een beetje het gevoel aan het krijgen of we een beetje uit de etenscrisis komen. Of is het al uit de honger? Ja, hoe moet je dat noemen? Weet niet. Maar we krijgen steeds meer eten. Dat vind ik heel goed, want in het begin hadden we dus heel weinig. En ik heb het gevoel, dus wat ik net al zei, dat het steeds meer wordt. Ik heb nou weer 13 graan geoogst. We maken nog 2 liggen als het zo zou zijn. Dan kan ik er weer 5 rode van maken. Dan heb ik voor het eerst. Oh nee, ik heb er 4. Dat is ook een raar getal. Meestal maak ik dan alles goed. Ik zal die even doen waar die hoort. Ik ga even broodjes maken. En dan hebben we 15 broden. Ik denk dat het een mooi moment is om te stoppen met deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe het blauwe duimpje omhoog en zie ik jullie graag de volgende keer weer terug. Doei!